Hello buddy and welcome to a new party vlog. First of all, if my camera seems a little bit wonky, I'm sorry, but you're balanced on a few books now because I left my tripod at Tuin 5 last week and I haven't had the chance to pick it up yet. So apologies for that, but we're doing something really cool today and I'm very excited. I'm going to Germany to the Lanxess Arena. Musical Madness is throwing a party there called Resurrection, and honestly, I've heard a lot of good stuff about like this whole concept. I haven't been to one of these parties yet, but basically you're in like little plastic cubes, so you're like separated from other people and you can like dance and move in your own cube. That's what I got from that. I'm always a little bit nervous before this new concert because you don't really know what to expect, but the lineup is really good, so we're going to have a ton of fun anyway. Let's get into that. So the doors will open at 6, the show begins at 8. I assume that's because everybody needs to go to their like little spot. Artists in order of appearance are Aftershock, Future Noise, Sub-Zero Project, Raving to Space, and D-Block and Estefan. So I'm also expecting some new music. Of course, Future Noise came with his album. Sub-Zero Project is doing Raving to Space. I haven't seen these artists in like a while, so I'm excited for that. So in Germany, you do have to wear a face mask. I don't think you have to wear it like in your plastic cube, but when you go outside to the toilet or whatever, you do. I'm actually bringing two because obviously I got these ones now by Hardware with my logo on it and also the Hardwork logo on it. It's just really cool to have your own face mask thing, merch, whatever. And also bringing this one because Flexstage was so nice to send it to me, not sponsored, but I thought some of you would think it's really cool and might want something like this. It lights up. And you can wash it as well. You can take out the stuff and wash it. So I thought that'd be nice to show you, like flickering and colors. So yeah, I'm bringing those two. I'm really excited. I'm also a little bit nervous, honestly, because as I said, I don't really know what to expect, but it's going to be really good. As usual, guys. If you're not Dutch, please turn up your subtitles. And I'll see you in Germany. Let's do this. Jongens, we zijn er. Hoi Robin. Welke box hadden we ook alweer? 316. Of 216. 316. 316. Hier, gastenlijst. Toch? Ja, kijk. Ja? Ah, oh ja, kijk. Dus ja, we gaan nu de arena zien. Heel veel zin in. Tot nu toe alles goed geregeld. We waren zo super snel binnen. Dus, als je twee tellen wacht, dan zie je gelijk hoe het eruit ziet. Waar we het doen moeten. Hier zit het. Dus, ja? Dit is ons hokje. Ah, zo. Oké, dat zijn dus die plastic hokjes waar ik het over had, waar mensen in kunnen zitten in grote groepen. We hebben een twee-persoons hokje, super chill, super goed uitzicht. Ja. Ik, tevreden? Voorlopig wel. Überall, wo Sie heute Abend hingehen, außer in den Club oder auf Ihren Sitzplatz, halten Sie bitte 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Auf den letzten. Zo dik. We gaan even drinken halen. Moet je volgens mij in de rij staan om drinken te halen. En dan gaan we verder. Maar ik wil eens even nieuwsgierig hoe dat zat en zo. Dus. We'll be right back.
dat heel top is. No crime. Can you sing this? And bad mistakes. I've had a few. Do you believe this is us? But I'm so happy being here together with you. This is us. Ik probeerde het net al te zeggen voordat Robin er doorheen ging zingen. Maar het is echt zo dik. Ik heb dit zo gemist. Aan het eind zal ik een heel verslag doen. Het laatste set is bezig. Dat is echt. Fantastisch licht weer hier. Ja, wat zou ik zeggen? Ik vond eigenlijk alles top. Alles was, wat zit je haar mooi. Wacht even. Ik heb hier wat voor. 5 minutes later. Jongens, nee! We gaan naar huis. Ik vond het... Dat kan niet, want er staat een auto achter. Ja, daarom ben ik ook eerst dit aan het doen. Ik vond het super tof. Niks te klagen eigenlijk, behalve dat het bij drinken super druk was. Maar we hebben gewoon gelijk voor heel de avond in één keer drinken gehaald. Hoef je maar één keer, tip van de dag. Mm-hmm. Wie zegt? Nee. Ja, nou ja, dat als ik zie wat ik nog voor de boeg heb. We moeten nog 3,5 uur rijden. Minstens. Nee, maar echt super dikke set, super goed geregeld. We hadden ook echt, we zaten zeg maar, in de gaslight booth, dus we zaten echt zo voor de stage. Fucking mooi. Ik moet zeggen, het lijkt me ook wel leuk om in zo'n hoekje te staan beneden. Maar we hadden nu echt super mooi uitzicht op de show en zo. Dus ja, ik zeg, waarom doen we dit in Nederland niet ook? Ziggo Dome kan dit makkelijk. Ik negeer je. Gelderdome kan dit makkelijk. Lijkt een manier. Oh ja, vergeet je subtitles niet uit te zetten. Oh ja, nu weer ze uitzetten. We're going home now. Nee, maar morgen ga ik naar een hard rave boat. Dus echt weer totaal iets anders. Up tempo. Nice. Oké, okay, bye. Doei. Doei. Hallo. Kom, naar binnen. Mijn hond. Poets. Bijna. Lach maar, dat kan je niet helemaal zien. Helemaal ingezoomd. Nice. Beetje noise. Ja, ik. Kan je wel, .nl. Die ziek. Wacht. Oh. Waiting for Perry. Perd. Nee, dat ga ik nu. Bluetooth stond eruit.
Hey!